Het ministerie van Volksgezondheid is alert, ondanks Suriname nog geen officiële meldingen van het coronavirus heeft genoteerd. Het dodelijke virus heeft intussen aan 81 mensen het leven gekost. Het coronavirus is in december opgedoken in China, meldt de World Health Organization op haar website. Het virus toont overeenkomsten met het SARS- en MERS-virus en kan leiden tot serieuze longproblemen. Inmiddels zijn er ruim 3000 mensen wereldwijd geïnfecteerd. In Suriname hebben de autoriteiten reeds voorbereidingen getroffen om het virus het hoofd te bieden. Antwoordt de onderdirecteur van Volksgezondheid Robert Mohamed op vragen van journalisten vandaag. Maar nogmaals heel even, want het is eigenlijk weer voor iets anders. Maar op dit moment hebben we het virus nog niet in Suriname. Dat combineren. Het is toch een ver van ons bed. En we zijn wel paraat. Maar we hebben nog geen gevallen, niet suspect en ook niet bevestigd. Ik denk dat op dit moment er ongeveer 81 mensen zijn overleden in China. En dat men een paar duizenden suspecte gevallen heeft. En ik denk al rond de 1500 zijn bevestigd. We hebben alle een CARICOM meeting gehouden, een virtuele CARICOM meeting. Dus, we zijn bezig met, om die paraatheid op te boosten. We zijn er wel van bewust dat het heel moeilijk is. Maar we zijn bezig aan te werken. Aan de samenleving wordt gevraagd extra voorzorgsmaatregelen te nemen. Gezien het virus ook naar Suriname kan worden overgebracht, worden passagiers uit risicogebieden zwaar gecontroleerd. Mocht er sprake zijn van een eventueel besmette reiziger, zullen de gezondheidsofficieren van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg volgens het WHO-protocol handelen. Dit betekent dat deze reiziger meteen zal worden geïsoleerd. Mohamed benadrukt dat het virus niet alleen door Chinezen wordt overgedragen. En er is inmiddels ook een BOG-hotline opengesteld. Het nummer waarop burgers kunnen bellen is 178. Het coronavirus woedt momenteel in China, Zuid-Korea, Thailand, Japan, Australië, VS en Europa, met name Frankrijk. Het virus wordt voornamelijk van dieren op mensen overgebracht. Maar de besmetting kan ook plaatsvinden van mens op mens, meldt de WHO.